weer. Ook vandaag gaan we werken in de bundel van spelling, dus het vijfhoekje. En jullie hadden het gisteren al gezien, maar er staat naast de donderdag ook nog een vrijdag. Dus vandaag ga je de les van vrijdag maken. En we gaan het dan hebben over de atjesouw, de korte ei en we gaan het hebben over categorie 3. En categorie 3 zijn de luchtwoorden, dus de gt. Maar let op, want heel af en toe schrijf je niet de gt, maar schrijf je echt de g. En dan de t. Dus let er goed op. Ik wens jullie heel veel succes. Denk rustig na. Probeer spelling vooral niet te snel te maken. Maar ben je klaar, dan ga je weer door met het volgende. Zet hem op.